En leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hierop, it's Ultrex, de enige echte. Nou jongens, ik sta hier op een of andere parkeerplaats, sta ik. Kijk, allemaal torens. Ik sta hier ergens op een verlaten parkeerplaats. Hier sta ik hier ook. En ik ben in Hellevoetsluis ben ik. Ja, geen Joost, maar wel in Hellevoetsluis. Dus ik ga even de deur even op slot gooien, zo. Even de deur op slot gooien. En dan gaan we weer even een vlogje opnemen. Ik weet dat hier ook nog wel een ontzettend mooi plekje is waar je kan filmen. En dat wou ik jullie toch wel even laten zien. Ja, ik had gezegd, ik zou twee vlogs opnemen. Dus ik ben net waar ik stond, ben ik weggereden. En nu ben ik op plaats nummer 2. Prachtig. Hellevoetsluis. Gewoon kop dicht en gewoon filmen. Gewoon. Ja. Gewoon eigenlijk kop dicht gewoon en filmen. Want het is hier zo ontzettend mooi. Kijk eens. Oh. Je kan hier ook gewoon wandelen. Je hebt hier nog een of andere bosjes. Je hebt daar een ontzettend groot stuk water. Dus ik ga me gewoon laten verrassen. We gaan gewoon gaan grappen. Dus even kijken hoe het eruit ziet. Hier is zo'n heel klein parkje heb je hier ook. Dus dan gaan we hier even wandelen. En ik ga dadelijk nog wel even een stukje bij het water. Oh. Ja, ontzettend mooi hoor. Nou, ik weet niet, er staat nog een wandelpad, maar volgens mij kom je hier niet ver hoor. Het is allemaal een beetje, ik weet niet hoe ze hier een wandelpad van gemaakt hebben, maar... Waar kan je dan... Oh, dan moet je hier tussen die wilgen moet je lopen. Ja. Nou, dat ga ik niet doen, want het is zeiknat. Kijk eens, verderop ligt ook een hele glas water. Hè? Dus dat ga ik even mooi niet doen. Dan gaan we lekker terug. Mijn slecht. Kijk, daar staat de auto toevallig. Het is een beetje te nat hier ook. Ik ga gewoon wel even lekker wat water. Een beetje te glas. Ik doe het wel zin. Dus ja, alles is een beetje lastig en een beetje rot. Dus dan ga ik niet proberen. Nou, dan gaan we gewoon even zo wandelen eventjes. Eens even kijken hoor. Dat is wel een beetje kortje gehoord. Voor mij kan je nog wel een aardig stukje lopen, maar ja, we gaan gewoon even kijken. Even zien. Hier heb je een of andere boulevard hebben hier ook. Nou, dat is dat bos wat ik inwouw en dat niet kon. Maar kijk eens jongens, wat anders. Oh, hier heb je ook zo'n soort... hier heb je ook zo'n bos achterstukje. Ja, ga ik maar even niet lopen, want... Dan was ook zeiknat, ik denk dat deze ook wel zeiknat is, maar... Oh, wat prachtig hier. Ja, hier ben ik al heel vaak naartoe gereden. En elke keer langs gereden, maar nooit om eens eventjes te zeggen van nou, weet je wat, ik stop hier eens eventjes en ik ga eens even kijken wat het precies is. Dus voor mij is dit ook weer allemaal nieuw, maar het is wel ontzettend mooi hier hoor, kijk eens. Het is helemaal groen. En hierachter zit dus Hellevoetsluis. Het is echt net vlak voor Hellevoet ben je. Nou. En ja, hier kan je dus, hier heb je nog zo'n pad en dan kan je zeg maar, die kant kan je verder oplopen. En je kan verder die kant oplopen. Nou ja, laten we maar een wegje kiezen. Oh ja, hier kan je dus ook zomers een beetje... Kijk ik een beetje dingen, want er zijn allemaal prullenbakken staan er allemaal, dus dan kan je ook een beetje... recreëren. Je daar gaan zwemmen. Zomers, ja, ik weet het niet. Het is een beetje hetzelfde idee als het Hartenkanaal. Het Hartenkanaal bij ons is een beetje niet zo, kan je ook zwemmen, maar... Kijk eens, jongens. Oh. Kijk
ik is. Ja, prachtig hier, joh. Een strandje daar zo. Ook een strandje daar zo. En prachtig. Ik denk niet echt dat je veel hier kan filmen. Het is. Ja, ik kan een beetje zo wandelen, een beetje, maar voor de rest heb ik echt veel hier ook. Ik had wel een berichtje van dat je ook bij de thuis, maar dat geeft me niet als ik een rustig is op weg. Ja, ik ben nou toch een hele voet. Nou, dan kan je hier helemaal recht doorlopen. En dan heb je echt zo'n beetje recreatiegebied hebben hier ook. Dan kan je een beetje recreëren. Strandje hier ook beneden. Kijk eens. Oh. Dat is echt mooi. Kijk eens jongens. Oh, het is een schelpenstrandje. Kijk. Allemaal schelpen hier ook. Prachtig. Mooi hoor. Hier. Een prachtig uitzicht over het water. Nou, dat is dezelfde sluis. Nou, hier aan de overkant ligt Stellendam. Dit is wel wild water. Het ziet er echt ontzettend leuk uit, zeg. Wat kijk je verwacht hier? Het ziet er echt mooi uit. Oh. Heet eigenlijk. Dat is de Farmfriet trouwens. Hier ook. De camera even een beetje inzoomen. Daar ook. Daar ook. Daar is de Farmfriet dus. Tja. Het ziet er wel heel mooi uit. Heel groot grasveld waar je dus zomers kan recreëren. En het is wel heel mooi hier ook. Hier ook van alle hoeken en standen krijgen weer een apart punt. Ziet er echt ontzettend mooi uit. Ik ga dus even hier ook het standpunt innemen. Hier, langs die huisjes. Gewoon mooi. Zoals je daar woont, heb je echt mooi beeld. Als je daar helemaal bovenin woont, heb je echt een prachtige overzicht over het water. Mooi hoor. Goh. Nee, dit had ik nog niet. Dit had ik toch niet verwacht. Dat het zo ontzettend mooi zou zijn hier ook. Ik kan ook echt helemaal wandelen hier ook. En elke keer. Op alle plekken kan je hier ook. Prachtig. Goh zeg. Zo, kijk eens wel een golven jongens. Oh, het gaat hard hoor. Hey. Het is een beetje te waardig op. Wat prachtig hier ook. Dat is wel een mooi uitzicht. Ja, je moet toch alles een keer gefilmd hebben, hè? Ik heb eerder gefilmd. Dat is wel ontzettend leuk. Elke sluis. Ja, wel ontzettend leuk hier ook, zeg jij. Mooi. Ja, en dan kan je nog verder die kant op lopen. Dan kom je zeg maar langs de dieners kom je. Dan loop je zeg maar langs de Zeedijk loop je. Toevallig heb ik hier papier geprikt van de week. Toen ik van de week papier ging prikken, toen kon ik hier ook. Was ik naar boven geklommen. En had je ook een prachtig uitzicht over alles en nog wat. Dus ik kan even kijken omdat ik een heel klein stukje die kant op kan lopen. Nu die kant op lopen. Terwijl de hond is. Hey, oude vriend.
Kijk, ik hou van honden. Ze moeten me niet aanvallen, maar ik vind het wel... Ja, ik ben hondengek. Ik ben, ja, nou ja, nog ineens hondengek, maar dierengek. Alle dieren. Ja. Moeder had het ook weer over dat er een of ander iets raars was of zo, dat je niet meer met je katten kon kroelen vanwege de corona. Nou, ik kroel gewoon met mijn katten. Ik heb de schijt aan. Je kan ook wel een beetje overdrijven hoor, met dat corona. Ik vind het ook wel een beetje tegenwoordig. Word ik wel dingen wel heel erg gek gedaan. Van. Oh, daar kan je niet heen trouwens, joh. Krijg nou wat. Ik denk, dan loop ik hierheen en dan loop ik daarheen en dan kan ik zo. Maar dat kan helemaal niet, joh. Ja, je kan hier een blokje lopen, maar voor de rest kan je hier niks. Kijk, als je hier bij het fietspad. Hier bij het fietspad. Maar, nee. Heb je dan niet een klein paadje of zo dat je hier weer het fietspad op kan of zo? Ik wou nog even een stukje, het fietspad wou ik nog een stukje naartoe. Dan zit weer zo'n sloot tussen. Ik ben er niet. Waar die hier nou uit? Volgens mij niet. Volgens mij moet je dan weer helemaal teruglopen. En dan moet je weer helemaal... Maar dit is ook Nederland, hè? Zeggen ze wel eens dat Nederland mooi is, nou. Nederland heeft ook hele mooie plekken, hoor. Oh, ik zie daar een poortje. Misschien kunnen we daar door. Ik weet het niet zeker. Maar volgens mij kunnen we hier ook dadelijk een poortje door. Daar hebben we het strand weer waar ik er net was. Of niet? Zit het allemaal raar, joh? Zit het allemaal raar in elkaar? Oh, kijk nou eens. Oh, aha. Nou, het is allemaal een beetje geprepareerd. Het is allemaal een beetje prachtig en raar uit, maar goed. Als het goed is, ken ik hier weer... Oh nee, toch niet. Nee, niet. Nee, ik dacht dat ik hier toch door kon lopen, maar dat gaat niet. Nee, ik heb wel een prachtig uitzicht hoor. Oh, oh hier kom ik bij een of andere poort. Best. Jeetje. Ja, dan moet je zo weer en dan moet je zo weer helemaal teruglopen. Pff, wat ik allemaal niet voor jullie over heb. Kijk, windmolentje. Ja, of we kunnen er gewoon even naartoe rijden. Dat kan ook natuurlijk, gaan we er gewoon naartoe rijden. Mooi hoor, hé. Dus je kan alleen maar zo. En als je zeg maar de andere kant op wil, dan moet je weer helemaal terug, moet je dan. Dan moet je bij het begin zeg maar gelijk het fietspad nemen. Nou, kijk eens jongens. Goh. What a beauty. What a beauty. Nou. Gaan we eens even kijken jongens. Kom dadelijk weer langs die honden. Let op. Kom die honden dadelijk weer naar me toe. Weer die honden dadelijk van. Nou, we kunnen even naar Hellevoet gaan. Ja, we zijn vlakbij. We kunnen even naar Hellevoet gaan. We kunnen even naar Joost gaan. Ja, Joost is hier vlakbij. Is niet meer zo eind rijden. Dan ga ik nog wel even naar Hellevoet toe. Ja, Ramon die had trouwens in één keer goed. Ramon die zegt, ja, jij bent zeker in Hellevoet, vlakbij Joost. Ja, ik ben inderdaad in Hellevoet. Wisten we niet. Ik heb natuurlijk gewoon... Maar op de Bonnevoy ben ik gewoon maar vanmiddag weggegaan met de auto. En ja, dan kijken we nou. Het zal allemaal goed wezen, ik zie het wel. Waar ik beland. Ik ga in ieder geval naar de toren toe gaan. Dat heb ik dus gedaan.
En ja, ik denk gewoon op de Bonnefoy ga ik gewoon er naartoe. Dus ja, niet weten dat ik zou eindigen in Hellevoetsluis. Maar dat geeft niet. Dus we gaan zo even, bij Joost even aanbellen. Kijken of dat hij nog wat heeft. Het is prachtig hier, hoor. Ik was hier echt nog nooit eerder geweest. Kijk eens, jongens. Kijk, echt zo'n strandje. Echt, hier zitten heel veel mensen met honden hier lopen. En echt zo'n beetje schelpenstrandje is het. Ja, en als het zomers echt heel erg warm is, dan zou je hier nog wel kunnen zwemmen hier, hoor. Of beter kan het over het Hartenkanaal, maar dit is in ieder geval beter dan het Hartenkanaal. Hier kun je in ieder geval gewoon zo met je blote voet in. Uit het Hartenkanaal moet je gewoon schoenen dragen. Omdat dat allemaal van die keien en zo allemaal zijn. En daar nog een bootje verderop. Prachtig hoor. Ja, ziet er leuk uit. Dus nou, dan gaan we eens even bij Joost kijken. Vind ik ook wel eens even leuk. Even een random rondje. Ja, ik denk, hoe zal ik dit noemen? Nou, ik toch even bij Joost ga kijken. Maak ik er maar van een random rondje in Hellevoet. Ik zit altijd gelijk te verzinnen wat voor titel ik de vlog had. Dat heb ik altijd. Ik zit altijd gelijk, ook als ik aan het filmen ben, zit ik gelijk een nieuwe titel te verzinnen voor zo'n vlog. Maar het is hier echt mooi hoor, jongens. Goh. Wat een uitzicht, joh. Het is echt ontzettend druk. Ja, mensen die kunnen allemaal niks en die hebben zoiets van, ja, ga maar wandelen. Dus ja, iedereen is aan de wandel. Zelfs in Hellevoetsluis. En trouwens, hier verderop, aan de overkant daar zo, daar had ik van de week ook weer wat, hoor. Hier aan de overkant heb je een voetbalveld, heb je. Er zit een vlotbrug. En op een gegeven moment waren wij hier in de recreatiegebieden waren we bezig. Dus ik denk, nou, weet je wat, we zijn vlakbij Hellevoet. Dan gaan we gelijk even pauze houden. Nou, dus ik ga daar op de parkeerplaats. Daar ga ik altijd dan pauze houden. Dus op een gegeven moment kom ik daar op de parkeerplaats op gereden. Dan zag ik echt een auto, die stond echt letterlijk half in de, half naar beneden in de sloot. Ik denk, nou, wat is dat nou weer? Dus ik ga even kijken. Dus een jongen kwam daar. Hij zei, ja, ik heb de eigenaar heb ik al gebeld. Dit en dat, zus en zo. En, ik zei, ja, ik kan hem zo wel uittrekken om mijn werk te gaan. Nou, dat heb ik niet gedaan. Want toen, even gekeken te hebben, zijn we weer weggegaan. We hebben een stukje verderop hebben we even wat gegeten op diezelfde parkeerplaats. En toen kwam ik daar aan, stond ik daar zo, even lekker een banaantje gegeten. Op een gegeven moment wilde ik mijn banaan weggooien. Toen komt ineens een vrouw helemaal hysterisch van, meneer, kunt u me helpen, kunt u me helpen? Er was dus een man, was er. En die man die was gevallen. Ik zag ook die auto half in de greppel staan. Ja, ging kijken. Op een gegeven moment. Op een gegeven moment. Keek hij. Bij hem rond de trok. Op de lijn. Meneer kwam te vallen en hij viel zo in zijn kop. Viel hij zo. Asfalt. Dit, hè. Dus nou, maar de EHBO-trommel gepakt. Gelijk de EHBO-trommel gepakt. En, dus dat was wel weer eventjes een dag en later gingen we weer terug naar de werkplek. Daar is het ook voor gezin. En hoe heet dat weer wanneer de ambulance eraan komt? Ik zeg, oh nee hè, ook niet weer een ambulance hè. Ja, want wij zijn aan het wachten op de ambulance. Ik zeg, nou, ik heb met de ambulance ik ook al meegemaakt, want er was een man gevallen. Ik zeg, ik stop er dadelijk mee, want ik heb er echt geen zin meer in. Gewoon twee mensen tegengekomen die allebei ambulance hebben gehad. Dat was het laatste, dat was nog niet zo erg. Maar die man die was wel aardig gevallen, dat had een gat in zijn kop. Dus is ook meegenomen met ambulance personeel, twee politiewagens erbij.
Dus ja, dat was weer wat van de week. Nou, een hele hoop gelul allemaal. Maar dan wou ik gewoon even kwijt. Ik denk, ik zal het even zeggen. En ja, ik kan in ieder geval niet zeggen dat mijn bril elke keer afvalt. Ja, ik kan wel elke keer zeggen dat mijn kunstgebit uitvalt. Dat kan ik wel zeggen, maar niet dat mijn bril uitvalt. Nou, op naar Hellevoet. We zijn al vlak bij Hellevoet, maar op naar Joost toe. We gaan maar even bij Joost even kijken. Tot zo! Nou en dan zijn we weer bij Joost. Hè. We zijn weer bij Joost. Ik ga even niet de flat laten zien, want ik ga niet zo even 1, 2, 3 laten zien waar hij woont. Maar ik sta in ieder geval voor de deur, sta ik bij hem. En ja, jullie weten het. Als ik bij Joost aanbel, dan is er maar één ding wat we altijd doen. Hè. En dat gaan we nu ook weer doen. Nou, let op hoor, daar gaan we weer hoor. Daar gaan we weer, let op. Daar gaan we weer. Moet je opletten. Politie, uitmachen. Hoe wist ik dat? Politie, uitmachen, snel. Uitmachen, snel. Uitmachen. Politie, uitmachen. Zie je, dat is altijd zo bij Joost. Hè? Dat is altijd zo bij Joost. Gelukkig heb ik nou Kevin niet bij me. Want dan gaat hij weer op al die knopjes drukken. Dan ben ik weer 3 jaar bezig. Voordat ik boven ben. Maar tot zo. Nou, Jim is niet normaal. Nou, ik ben bij Joost, gezellig. Maar we gaan er alweer vandoor. Hè. Ja. Was heel even gebleven. En ik ga weer richting huis. En hun gaan met me mee. Want hun moeten nog ergens anders heen. Ook in Spijkenis. Ze rijden mee. Morgen zien we weer. Over 2 dagen zien we hem weer. Over 2 dagen gaan we weer een nieuwe vlog. Ja, die gaan wij morgen opnemen. Dus thanks for watching, groetjes van deze kant, abonneer eventjes en dan spreek ik jullie allemaal weer bij een volgende vlog hier op mijn kanaal. Jongens, bye bye. Hoi. Doei.